0-2 voorsprong voor OH Leuven. En dan zijn we begonnen aan de tweede helft. KV Mechelen dat dus nog nadrukkelijker op zoek moet naar een doelpunt. Kwam in twee van de drie thuiswedstrijden dit seizoen al tot scoren. En wil dat nu opnieuw doen. Daar leek me een hand in het spel. Flukken doet het zelf. Ja, scoort. Maar heeft Verbomen er al gefloten voor een penalty. Want ik hoorde toch een fluitsignaal. Wat is er nu aan de hand? Nee, ik denk dat we gewoon naar de aftrap kunnen. Een 40 à 50-tal seconden, een ruwe schatting. Hier leek het me eigenlijk hensbal te zijn. Maar goed, Flukken pikt op.